Nou, Rob. Hey, liep de Ark van Noach nou het risico dat die zou zinken? En waarom niet? Ik bedoel, zelfs de Titanic is gezonken. Ja. Hij was echt onzinkbaar. Als je een binnendeur hebt, die kan je in het water gooien. En als er een, je kan er ook op gaan staan, je kunt zelfs op water skiën. Er zal nooit geen water inkomen. Tenzij je natuurlijk dit openmaakt, dan komt er water in. Maar de bodem van de Ark was net als deze binnendeur. Als je de binnendeur openmaakt, dan zie je dat hier allemaal papier in zit. En de Bijbel zegt ook, uit nesten zult gij hem maken. En die moet je van binnen en van buiten bepekken. Dus als je het goed leest, de Bijbel, staat er dus, uit nesten zult gij hem maken, zegt hij tegen Noach. En die moet je van binnen en van buiten bepekken. Het is natuurlijk helemaal geen nut om het plafonds te gaan pekken. Nee, je moet goed lezen. Alleen die nesten moeten bepekt worden. Maar hij moest ook water meenemen. En dat heeft hij in deze vakken gedaan. Hij heeft er ook groentes in gedaan. Aardappelen, fruit, sinaasappelen. Door middel van het gewicht wat drukt op de bodem, drukte ook het water van onder omhoog. Dus de bodem en de structuur van de ark was helemaal niet van dikke bomen. Dat was helemaal niet zo zwaar. Het was net zo licht als deze binnendeur. En dat maakt hem ook zo sterk. Want wij kunnen met z'n tweeën op deze deur staan zonder dat hij breekt. Het voer heeft hij er ook in gedaan. En daar heeft hij zijn tweede en zijn derde verdieping op gebouwd. Oersterk, onzinkbaar. Dan zal je vragen, waar haalde hij nou die teer en die pek vandaan? Dat was geen gamma, dat was geen praxis. Dus dat moest hij zelf maken. Nou, deze houtsoort is de Pinus sylvestris. Het afval daarvan, dat heeft hij op een berg gegooid. Daar heeft hij zand of grond overheen gedaan. In de brand gestoken. En dan lekt de teer uit het hout vandaan. Dan lekt er 60 liter teer per kubieke meter uit het hout vandaan. Dus een meter bij meter bij meter hout. Dan lekt 60 liter teer uit. Dat noemen we Stockholmer teer. Dus in de hoofdstad van Zweden, Stockholm, wordt nog steeds teer gemaakt uit de Pinus sylvestris, uit de grove den, zo heet deze houtsoort. Die teer die kan je nog een keer distilleren. En dan krijg je pek. Dat is een kauwgemachtige substantie. Daar heeft hij de balken mee op elkaar geplakt, zodat het ook waterdicht was. Hij heeft er ook 120 jaar over gedaan. Dus hij moest ook wel een beetje tegen rot bestand zijn. En op die manier heeft hij hem ook geconserveerd, die boot. Oké, dus eigenlijk door de druk die op de onderkant van het water omhoog kwam, was het onzinkbaar. Klopt. Okay. 700 kilogram per vierkante meter drukte hij omhoog. Ja. En hij had er ook 700 kilogram voedsel in. Aan aardappelen, groenten, fruit. Mm-hmm. Dus die bodem was niet zo dik. Ja. Oké, okay. Hey, en wat zegt die onzinkbaarheid nou jou als christen vandaag? Dat wij natuurlijk de zekerheid van ons geloof moeten weten. Dat we, als wij dus in de Heer Jezus geloven, hè, Johannes 3 vers 16, als er lief wat God de wereld. Dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Mm-hmm. En als je eeuwig leven hebt, dan ben je onzinkbaar. Ja. Dan moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn met je leven. Je moet geen 200 km per uur gaan rijden snelweg. Mm-hmm. Gewoon aan de regels houden en dan ben je onzinkbaar. Dan kan je ook, alles kan je aan. Maakt niet uit hoe moeilijk het ook is. Een ark bouwen, of lerares zijn, of ouderling in de kerk. Je bent onzinkbaar.